van deze avond is dat we tonen dat we allemaal achter Israël staan. Kijk, in eerste instantie dat de raketten vanuit Gaza op Ashkelon worden gegooid. Ja, dagelijks is al verschrikkelijk. Maar nu die raketten Tel Aviv en Jeruzalem kunnen reiken, dat is gewoon echt verschrikkelijk. Ik heb het gevoel dat de media in de hele wereld behoorlijk eenzijdig weergeven. En dat mensen geen idee hebben wat de werkelijkheid is. Dat elk land zal ingrijpen. Elk land zal zijn volk willen beschermen, willen redden. Niemand zou dat accepteren. Het is van de polder. Het kan niet doorgaan zoals het nu is in Israël.